Nou, we kregen rond 7:30 een melding dat hier met spoed om een ambulance werd gevraagd vanwege een gewonde man op straat. De politie is natuurlijk meegereden. Nou, trof inderdaad die zware gewonde man aan. Er stonden nog 1 of 2 mensen omheen gebogen. Er is nog eerste hulp verleend, maar de man is hier overleden. Recherche is inmiddels ter plaatse gekomen om een uitgebreid buurtonderzoek te doen. We doen ook een spooronderzoek, want mogelijk is het in de woning al begonnen en is het slachtoffer dus zwaar gewond naar buiten gestrompeld en op straat in elkaar gestort. We spreken nu momenteel ook met een vrouw die mogelijk meer heeft gezien van wat er gebeurd is. En zij gaat mee naar het politiebureau.